Ik heb in mei vorig jaar mijn eerste huis gekocht. Mijn ouders wonen in Ommel, dat is om de hoek bij mij. Dat is handig als me de was gedaan moet worden. Of als ik een poets moet worden bij mij binnen. Want dat doe ik zelf niet. Zelf koken, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Het is meestal shawarma-tent of friet, Chinees. Ik heb een paar dates gehad met mijn vrouwen. Nou, die zijn zo gek als een klink. Ik heb een gouden regel. Als je er meteen op mag, dan één keer en weg. Ik hoef geen meid te hebben die meer lullig had als de Moerdijkbrug klinknagel zet. Want daar hou ik niet van. Dat is gewoon niet mijn ding. Een beetje nep er ook al van, ja. Opgespoten lippen, dat vind ik wel mooi. Een paar goede tieten erop is altijd mooi. De zonnebank is wel goed, ja. Je moet niet dat je erin hebt wie net Kasper het spookje is. Daar hou ik niet zo van. En wel Nederlands. Geen buitenlander. Nee, ik ruzie mijn pap. Ze moet mij wel mijn ding laten doen, zeg maar. Gewoon naar de voetbalclub kennen. Ze zal toch wel moeten werken. Niet thuis een beetje op de bank zitten. Kijk, als je dan een kind krijgt, vind ik dat een ander verhaal. Dan mag ze gewoon voor mij thuis blijven. Maar als ze geen kinderen heeft, of ja, dan kan ze gewoon werken. Hi. Hi. Ik ben Demi. Ik ben Rick. Hi. Hi. Ik ben dus niet zo'n keukenprinses. Ik kan ook niet koken. Oh jee, dat wordt wat. Wat kan je wel? Ja, biefstuk bakken, maar dat is dan net zijn dan net schoenzolen. Kijk, ik heb dat thuis nooit hoeven doen. Bij mijn ouders ik woon al een jaar op mijn eigen en ik kan niks in het huis houden eigenlijk. Je kan niks in het huis houden? Ja, wel een beetje opruimen en zo, maar ik ben niet echt voor thuis houden gemaakt, zeg maar. Laat mij maar gewoon werken. Dus de vrouw moet alles doen eigenlijk? Ja. Maar stel, hè, ik maak best wel veel uren. Verwacht je dan ook dat ik dat helemaal zou doen? Oké. Dat vind ik wel heel... is niet meer van deze tijd. Ja, maar ja, niet meer van deze tijd. Dat is wel een beetje, als je van een oude stempel bent, dan denk je dat wel zo. Ja. Ja. Ben je dat eigenlijk dus? Ja, in principe wel, ja. Wel, hoor. Ja. 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 Doe er maar wat op, joh. Ik weet niet wat het allemaal is, maar... maakt niet uit, gooi er maar op. En dat hij dan... ja, kijk. Varkenshuis mag niet, mag een beetje rood van binnen. Nee, dat vind ik niet lekker dat dat rooi is. Het moet allemaal een beetje doorgebakken zijn. Er zit een bord vol met bloed. Wat ben jij lastig qua eten, zeg. Stel je zo een gezellig middagje, lekker filmpje aanzetten, allemaal hapjes neerzetten. Ja. Wat gaat er voor jou op tafel? Chips. Wat uit zijn gedachten? Handjes boven de dekens. Dus jij wel in één bed, alles samen? Is goed. Hoe lang is het geleden dat je naast iemand ging slapen? Oh, nou, laat maar. Ik ben aan het nadenken, dat is wel even geleden, hoor. Oh. Half jaar sowieso. Echt? Ja. Ik ben niet zo'n rokkenjager, die tijd die heb ik gehad. Ja, maar een half jaar is lang, hoor. Ik doe dat niet gauw, je mij laten slapen, thuis. Nee? Nee, ik kan er niet zo van. En jij dan? Wel wat korter. Dus jouw hart, waar is het mee gevuld? Alles wat belangrijk is voor mij. Wat zit er diep in je hart? Weet je eigenlijk wat je zoekt in een relatie? Even wachten. Ik wacht, hè? Wat ik belangrijk vind in een relatie, ja. Eerlijkheid, loyaal zijn. En dat is het. Ja. Klaar. Een voetbal, Ajax logo en een fles bier. Wat vind je ervan tot nu toe? Nou, ik was eigenlijk een keer wel benieuwd naar jouw mening. Aangezien ik best wel veel aan het woord kan zijn. Dat klopt. Ja, ik vind het wel leuk, maar het is wel apart in deze omgeving, snap je? Daarom ben ik misschien wel gesloten. Maar verder, ik vind jou een leuke meid. Je ziet er goed uit. Dus... maar je vindt zeg maar dat we ook genoeg raakvlak hebben? Ik denk dat we wel kan hebben, maar ja, ik ken jou nog maar net, snap je? Ja. Ik kan nog wat beter leren kennen. 24 uur in principe, ik dacht dat het super lang was, maar ik vind het vrij kort. Je vindt het kort? Ja. Oké. Het is snel voorbij gegaan, moet ik zeggen. Ja en nee. Ik heb het leuk gehad, maar dan moet het nog helemaal klikken. Je zit er niet helemaal, maar ja, ik weet niet of dat nog kan komen, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat ik een andere man zoek, qua iets meer de leiding neemt. Attenter is. Ja, het komt allemaal voor mij. Ja, ik vind altijd alles wel goed.
Ja, en dat hou ik niet zo heel... En net zoals dat gezellig ontbijten en dat soort dingetjes wil ik ook graag dat mijn partner waardeert. Dan wordt het zoveel leuker. En dat is bij jou dus niet. En dan denk ik dat een ander meisje daar net iets beter bij past. Ja. Dan denk ik maar dat ik mijn tas ga pakken. Ciao. Doei doei. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.